Jorrit, van harte gefeliciteerd. Het moest net als vorige week helemaal onder ergens vandaan komen. Ja, inderdaad. Het was wat moeizaam vandaag. En na de 1-0 krijgen we gelukkig nog wel wat kansen. Als we die maken, dan spelen we gewoon een makkelijkere wedstrijd. Maar het mocht niet zo zijn vandaag, weer een beetje moeizaam. Dus hopelijk voor een keer beter. Maakt dat eigenlijk wat uit? Nee, want we hebben de 3 punten. Maar als je vaker zo speelt, dan zul je ooit een keer tegen een domper aanlopen. Als het verschil zo klein blijft en je vergroot de marge niet. Dus daar moeten we wel aan werken, ja. Zat er verschil tussen de eerste en de tweede helft? Misschien alleen in die kansen, maar ook qua voetbal? Ja, misschien dat het tempo eerst zelf iets te laag lag. Dat we te veel door het midden wilden spelen in plaats van de zijkant zoeken. Alhoewel, ik moet zeggen dat AZ het wel redelijk goed had staan. En in de tweede helft leggen we gewoon de eerste 20 minuten super veel energie erin. En scoren we, krijgen we nog een aantal kansen. En dan hadden we de marge wat uit moeten breiden. Ja, je was zeker in de tweede helft betrokken bij een aantal... Je had nog lucht over. Ja, inderdaad. Ik kreeg zelf nog een gigantische kans op 2-0. Ik kreeg een duwtje. Maar had hem wat verder naar beneden moeten koppen. Daarna bedien ik Luc nog, die nog had kunnen scoren. Luciano kreeg nog een kans. Dan hadden we het ons toch wat makkelijker kunnen maken. En dat bleef uit. En dan speel je toch een iets moeizamere wedstrijd tot het einde. Maken de punten alles goed? Ja, zeker. 3 punten is wat telt. En als we alle 34 zo winnen, hoor je niemand klagen, toch? En zeker voor jou persoonlijk, als je op die manier dan je 100ste speelt vandaag. Ja, is dat zo? Dat is ja, cool. De telling geeft 1-0-0 aan. Nou, dat is mooi. Dat is extra mooi dan. Dat wist ik niet. Gefeliciteerd, ook daarmee. Ja, dankjewel. Prima.